Vandaag is het eerste kerstdag en wij dachten dat het wel leuk zou zijn om, wat gaan we doen? Naar Baarle te gaan. Ja man. Om even en daar zijn we momenteel. Om inderdaad wat kerstinkopen te doen. Maar we gaan zo meteen even kijken hoe druk het is hier in Baarle. Rond deze tijd, want het is echt geflipt. Ik ben heel erg benieuwd, want ze schijnen dus de vonkenblokken al binnen te hebben. Als jullie deze video zien, waarschijnlijk zijn ze dan maar uitverkocht natuurlijk. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of ze wat hebben man. En misschien nemen we wat mee. Maar dan gaan jullie dat pas zien met de Oud en Nieuw compilatie. Dus ja, maar laten we maar gewoon even die kant op lopen. Zoals iedereen wel weet, je kan daar kan je naar rechts lopen. Achter die politieagent met zijn gele jasje. En dan ga je zo naar de bunker. En die andere kant kan je natuurlijk door Baarle zelf heen gaan. Laten we maar gaan. Verboden is om vuurwerk mee te nemen naar Nederland. Nee, dat klopt, maar ja. Een weekje wachten. Een weekje wachten en dan ja. Moet... Oh, natuurlijk. Dat doen we netjes hoor, dus... Dit is het mooiste talent. Wat ben je aan het doen, jongen? Lijstje pakken. Lijstje pakken, invullen. Nou, om te gaan betalen. Heb je nog niet genoeg, jongen? We zijn onderweg. Iedereen kent deze straat wel. Dus we zijn onderweg naar de Pyro Shop. Daar ook even kijken. Het is nu natuurlijk eerste kerstdag en dan moeten wij natuurlijk ook wat dingen geshopt hebben. Ze hebben heel veel nieuwe dingen en de winkel is een stuk groter geworden. Veel meer nieuwe knallers. Is zo? Het is eigenlijk veel groter geworden. Gaan we gelijk even kijken natuurlijk. Dus de auto staat al vol. Jullie zien denk ik zo meteen ook wat we hebben gekocht. Maar die zien jullie later. Ja, RTL Nieuws. Geinig man. Penknallers. Jumbo Boom, die maakte vroeger altijd joh. Deze kon een fles vullen. Dat waren nog tijden. Superhero's. Nee joh. Hebben ja, gaan jullie nog veel bestellen dan? Of, Hero? Ja? Ik denk het niet man. Nee. Misschien een paar losse pakjes. Dat gaat wel goed. Wauw. Met de auto door Baarle rijden. Zometeen zien jullie hier de grensovergang. Dit is nog wel Nederland. Maar iedereen die hier wel eens een keer is geweest, die weet dat je aan het einde van de weg aan de linkerkant moet je naar rechts. En dan kom je bij het Belgische grondgebied. Altijd lachen. Dus we gaan even kijken hoe druk het is, man. Maar het is nu wel vroeg. Het is al best druk, maar ik moet zeggen dat is altijd wel. Ja, dat komt ook omdat het nog vroeg is, hè. Ik bedoel, ik denk dat het... Het is nu half twee of zo. Precies, en als het straks wat later op de dag is, dan zal het helemaal vol zijn hier. Dus, let's go. Nu zijn we in België. En ik laat jullie even snel via, tijdens de rit in de auto even zien. Moeten we stoppen. Hier zie je de Pyro Shop. Zo, ik heb nog nooit vanuit de auto dit beeld gezien, man. Maar hier rechts de Pyro Shop dus. De eerste shop van vandaag. Is het druk? Ja, er lopen wel met zo. Nou, helemaal veel mensen, man. Druk, hier links natuurlijk maar dat kunnen Zena iedereen net en Loods. Oh, hier zit nog een loods, hè? Ja. Zo, daar lopen mensen met gekke blokken, man. Zag je dat? Jongen, hier zit inderdaad nog een loods. Gekke uit. Thai massage, what the fuck? Daar zat toch een loods? Oh nee, daarachter. Ja, daarachter. We gaan even de auto parkeren. En dan gaan we inderdaad naar de vuurwerkwinkels, man. Dus jullie zien ons zo weer. Dit is echt een AW Fireworks cake. Nee, weet je wat het is? Zo makkelijk. Megastar is heel goed. Ja? Ja. Voor een project? Die Tinderstorm 100 shots waaier salut. Dat is ook 70 euro's. Ja, gewoon maar even een nieuwe vuurwerk aankopen die jullie willen hebben. Dat is niet zo ingewikkeld. Het is twee kort. Ik ga het hebben. Kom erbij, kom. Ik vind het wel leuk. Ik ga het hebben kort. Oké. Goed, jongens, waar komen jullie vandaan? Helder het thuis. Waarom hebben we naar België gereden? Zitten we hoor, Belgische patat eten. Zo naar Nederland. Heel zwaar. Op eerste kerstdag eten bij heel wat anders hoor. Maar jullie snappen wel dat deze video eerder is opgenomen. We zijn weer thuis jongens.
Allereerst wil ik jullie allemaal even heel erg bedanken. Want we hebben namelijk de 100.000 abonnees gehaald. En ja, het is echt insane. We gingen dus livestreamen eergisteravond. En we dachten van, we gaan het nooit halen. Maar we hebben toch 2.000 abonnees in een livestream kunnen regelen. Ik kan nog steeds niet geloven. Voor de mensen die de livestream hebben gemist, hij staat gewoon nog online op het kanaal. Dus kunnen jullie allemaal even kijken. Ik heb ook een reactie neergezet in die video op welke minuut je onze live reactie ziet. We zijn in totaal 5 uur live geweest om dit te kunnen halen. Dus, maar ik wil jullie nogmaals bedanken ervoor dat we hem in ieder geval hebben behaald. En ik hoop dat de playbutton er snel is natuurlijk. Ja, toch nog voor 2019, dus dat is echt dik, man, ik zeg eerlijk. Video is natuurlijk eerder opgenomen, dat begrijpen jullie wel. Alleen, ik laat nu even het sier zien wat we hebben van België. Dat is omdat er overmorgen een nieuwe video online komt, knalvuurwerk van Baarle. En in die video laat ik even gewoon een stookcompilatie zien. Voor nu laat ik jullie even zien bij de kerstboom wat we voor sier dingen hebben. En ja, iedereen heeft natuurlijk de bestelvideo wel kunnen zien van Nederland. Dus jullie beseffen wel dat er nog veel meer aankomt. Alleen dit is gewoon even de producten van Zena. Allereerst hebben we hier de Mjolnir. Ik weet niet hoe je die uitspreekt, maar het is de 2.0. Dus ik verwacht er wel meer van dan de normale. Alhoewel ik het etiket van hiervoor wel mooier vond, maar dat terzijde. De Duplex Cracker van Funke. Je ziet hem allemaal. Dat is wel een lijp hoor, ik zeg je eerlijk. Ik ben ook super benieuwd naar deze. Kijk dan. Wordt een mooie, man. Deze staat ook echt steady. Het zijn echt mooie dingen. Daarnaast hebben we ook de Zena Cakebox. Dat zijn dus 4 cakes. 1 tot en met 4. We hebben ze allemaal. Volgens mij is die een paar, ja, 100 nog wat euro, denk ik. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Alleen, we hebben ze allemaal dus, maar ze staan een beetje door elkaar heen. Hier heb je de Zena Cakebox. Daar heb je de Zena Cakebox 4. En ja, naar die ben ik ook benieuwd. Er zijn ook een paar dingen die we hier in projecten gaan doen voor Oud en Nieuw. Alleen, ja, die zien jullie natuurlijk pas op Oud en Nieuw. Hier, de Luipaars, 20 shots. Die is natuurlijk nieuw bij Zena. Florida Panther, 20 shots. Ook een mooi ding. Echt mooi afgewerkt ook. En ik vind het design echt super mooi, man. Dus ja, complimenten voor de jongens die dit hebben ontworpen. Moet je kijken, je ziet echt hier zo'n oog doorheen komen. Echt niet normaal. Hieronder de Monster Blitz van Herlat, Duitse waaier eigenlijk, 48 shots. En ja, die gaat misschien ook wel in een project. Moeten we nog even kijken, want ja, ik moet je zeggen dat ik nog goed aan het nadenken ben. Ik wil namelijk niet alleen maar Duits vuurwerk in een project doen. Straks voor het 6 uur project, 10 uur project natuurlijk. Maar ja, ik vind dat er wel wat mooiere dingen bij passen, waaronder een waaier natuurlijk. Geel is ook mooi tijdens een project. Ik wil deze denk ik doen, maar misschien zijn er een aantal mensen die denken van dat is zonde. Laat het dan even weten in de comments. Ik ben super benieuwd. En hier, als laatste natuurlijk, maar niet heel erg slecht of zo. De Chrysanthemum Rain Blue van Funke ook. En ja, iedereen weet natuurlijk wel, deze zijn echt gewoon super goed afgewerkt. Ik heb maar 1 hand om hem even neer te zetten voor jullie. Maar check dit. Hij is echt, echt super mooi afgewerkt natuurlijk. Kijk dan. Funke, categorie F2. Nederlandse tekst natuurlijk, want het is gewoon legaal in Nederland. 500 gram natuurlijk, dus dit zijn alle twee 500 grammetjes. En we hebben natuurlijk ook de Funke blokken. Alleen die kan ik niet in deze video laten zien, omdat we hier, die niet hier hebben staan. Die gaat natuurlijk met Oud en Nieuw de lucht in. Dus daar kunnen jullie nog op wachten in de video's. En ik zeg je eerlijk, Oud en Nieuw wordt echt dik dit jaar, man. Want we hebben zoveel grote compound blokken. Jullie hebben allemaal de bestelvideo kunnen zien die we hebben gedaan bij Vuurwerktoppers. En daarin hebben we echt gewoon, ja, echt mega veel compounds voor 2400 euro. En in de oudjaarscompilatie gaan jullie die allemaal terugzien. We hebben ook ja, verschillende camera's kunnen regelen die we met Oud en Nieuw kunnen gebruiken. Externe microfoons, waardoor alles gewoon echt topkwaliteit wordt. Dus 1 januari komt de compilatie online en zien jullie ook al deze producten daarin terug. En dit is slechts echt misschien 10%. Niet eens misschien, misschien 5%. Maar ja, het is echt niet normaal snel aan het gaan nu. Moet je zeggen, even kijken, over letterlijk 3 dagen kunnen we alles al ophalen. En gaan we naar Duitsland. Ja, ik ben echt super hyped, moet je eerlijk zeggen. En we gaan waarschijnlijk ook nog live.
dus op de 27e, zoals ieder jaar. En hou het YouTube kanaal in de gaten, want dan kunnen jullie ons live volgen. Is wel gezellig straks. En we gaan natuurlijk naar Duitsland, dus mocht je ons daar zien, geef even een geel en we maken even een praatje natuurlijk. En de Info Duitsland video staat ook online, kunnen jullie ook kijken wat we daar kopen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef zeker even die like, laat even weten wat jij voor producten hebt. En dan zie ik jullie weer morgen, man, om 12 uur. En voor vandaag, ik hoop dat jullie lekker gaan eten met kerst. En iedereen een fijne kerstdag toegewenst. En geniet ervan, want voor je het weet is kerst en oud en nieuw alweer voorbij. En dat is volgende week al, hoe kut het ook is.